In versie 5.1 van het Uniform Agri-programma zit een nieuwe melkproductiegrafiek. Met deze grafiek kunnen we het verloop van de BSK en de melkproductie bekijken en analyseren. In dit filmpje ga ik u drie dingen laten zien. Het eerste is het verloop van de productie en de BSK van de verschillende lactatiegroepen. Dus hoe doen mijn verse koeien het ten opzichte van de rest? Het tweede is de lactatiecurves van de verschillende lactatienummers. Dus hoe doen mijn vaarsen het bijvoorbeeld? En het derde wat ik u wil laten zien is de productie en de BSK van de dieren aan de hand van de afkalfmaand. Dus ik ben bijvoorbeeld bezig met mijn transitiemanagement. Nou, heeft zo'n verbetering ook geholpen? We vinden deze grafiek bij het management. En daarmee melkproductie. En daarmee nummer 13. We starten in deze grafiek met de keuze of we melkmetergiften of melkcontrolegiften willen zien. Bij melkmetergiften heb ik meer metingen en kan ik dus mooiere verloop zien. Bij melkcontrolegiften heb ik echter ook de gehaltes. Ik kies hier voor de melkmeters. We zien hier drie verschillende jaren staan. Wanneer we kijken naar 2016, dan zien we hier het verloop van de gemiddelde melkmetergift op dit bedrijf van alle dieren. We zien hier dat die gemiddelde gift zo schommelt tussen de 25 en 30 kilogram melk. Eigenlijk zegt deze lijn me niet zoveel. Handiger is om hier ook naar de BSK te kijken. Hier zien we heel mooi dat de melkproductie hier eigenlijk gezakt is en hier weer is gaan stijgen. Vanaf april. Om hier nou nog meer uit te halen, wil ik zien hoe de verschillende lactatiegroepen hebben geproduceerd. Daarvoor zet ik hier een vinkje bij ton periode lactatie. En dan kiezen we hier eerst eens voor de gemiddelde melkgift. Nu is hier dus die ene lijn die we net zagen, die blauwe lijn, opgesplitst in vijf lijnen die de gemiddelde productie aangeven. Voor de verschillende lactatiegroepen. Om hier ook eenvoudig die vergelijking te kunnen maken, ga ik weer kijken naar de gemiddelde BSK. De BSK rekent de melkproductie van elk dier immers om naar een vergelijkbare waarde. Het maakt dan niet meer uit of het nou een verse vaars is of een oudere koe is die al 200 dagen in lactatie is. Ik kan die waardes hier dus goed met elkaar vergelijken. Zoals we hier zien is er best een verschil in BSK tussen de dieren in het begin van de lactatie, dus de rode en de blauwe lijn, en de dieren op het eind van de lactatie, de oranje en de gele lijn. Op dit bedrijf laten we vooral bij de dieren die later in de lactatie zitten wat liggen, dus die onderste lijnen. We zien echter ook dat dit verschil in de voorgaande maanden, vooral voor de dieren op het eind van de lactatie, nog veel groter was. Als we met de pijl erop gaan staan en naar rechtsonder in het scherm kijken, dan zien we hier dat er in maart een verschil was tussen een BSK van 34 en een BSK van 42. Een verschil van 8 punten tussen de dieren boven de 200 dagen en de dieren van 0 tot 60 dagen. Deze grafiek laat heel mooi zien hoe het qua voer op het bedrijf is gegaan. Ik weet van dit bedrijf toevallig dat eind februari, dus in de grafiek rond deze periode, de eerste snede op was. En dus vanaf dat moment volledig gevoerd moest gaan worden van de tweede en de derde snede. We zien hier goed terug wat voor gevolg dat heeft gehad op de productie van de verschillende lactatiegroepen. Hier had eigenlijk ingegrepen moeten worden. In april zien we ook weer heel goed dat hier, in deze periode, de dieren naar buiten zijn gegaan. En we zien meteen dat de BSK weer klimt, maar toch dat die koeien verder in de lactatie nog wat achterblijven. In deze analyse kunnen we eenvoudig zien of we dat patroon vorig jaar ook zagen. We kunnen dan klikken op 2015. En we kunnen het zelfs ook van 2014 bekijken. Heeft u nou al een aantal jaren het programma gekoppeld aan een melkstal of een robot, dan kunnen we het verloop van al die jaren hier terugzien. Naast de productie van deze lactatiegroepen over het afgelopen jaar, kunnen we ook kijken naar het verschil tussen de lactatienummers van de koeien. Om dat te bekijken, kiezen we hiervoor lactaties. Hieronderin kunnen we aanklikken welke groep dieren we willen bekijken, de
Dus de fase, lactatie nummer 1, nummer 2, derde lactatiekoeien, vierde en ouder of alle dieren. Onder het i'tje kan ik ook kijken welke dieren hier allemaal aan hebben bijgedragen. Dat zijn alle dieren die op dit moment dat lactatienummer hebben. Hier in de blauwe lijn zien we de lactatiecurve. Die blauwe lijn die wordt gevormd door allemaal stippeltjes die we eromheen zien. Elk stipje is een bepaalde lactatiedag. Nou, als we daarop gaan staan, dan zien we rechtsonder precies welke dag dat is en wat de gemiddelde waarde was. Hier is die gemiddelde waarde dus de gemiddelde melkproductie van alle, in dit geval alle fasen, op die dag in hun lactatie. En de oranje lijn die vormt de bijbehorende BSK. Die oranje lijn die zou helemaal vlak moeten zijn. In dit overzicht kunnen we dus eenvoudig zien dat de fase aan het einde van een lactatie, dus bijvoorbeeld hier, een BSK van 40 hebben. In het begin van de lactatie zaten ze echter op 45. Dat is een verschil van 5 punten. Hier op het eind van de lactatie zit dus bij de fase een groot punt van verbetering. En zo kunt u alle lactatienummers bij langs gaan. Hoe doen mijn tweede kalfskoeien het, de derde en bijvoorbeeld alle dieren? Naast lactatie kan ik ook nog naar de afkalfmaanden kijken. Dat doe ik hier. Hiermee kan ik een groep dieren die in een bepaalde maand gekalfd hebben volgen door de lactatie heen. Erg handig wanneer ik bijvoorbeeld bezig ben gegaan om het transitiemanagement op mijn bedrijf te verbeteren. Als ik deze aanvink, zie ik bijvoorbeeld alle koeien die in oktober vorig jaar hebben afgekalfd. November vorig jaar, december, januari, februari, maart en april. Ook hier kan ik onder het i'tje weer kijken welke dieren er bijdragen aan deze getallen. Zoals u ziet is deze gehele grafiek een grafiek waarin heel veel nuttige informatie staat en waar u heel veel informatie kan uithalen. U kunt dit zowel op basis van de melkcontroles als op basis van de melkmeters bekijken. Nou, heeft u melkmeters, dan is dit een prachtig overzicht om de investering in die melkmeters en de koppeling met het managementprogramma op deze manier nog meer tot waarde te brengen. Heeft u of uw voerverlichter bijvoorbeeld vragen over deze grafiek, neem dan contact op met de helpdesk. Hartelijk dank voor uw aandacht.